Ten eerste, Lien, hoe gaat het? Goed, okay. Dankjewel. Voordat we het over de nieuwe plaat gaan hebben, wil ik even een stukje terug naar het begin. Ja. Is er misschien één artiest geweest, een zanger of zangeres, die in jouw jeugd heel veel voor jou heeft betekend? Prince. Okay. Ja. Je hoort het misschien niet aan mijn muziek, maar dat is wel iemand die al heel mijn leven meedraait. Ja. Die altijd terugkomt, die ik ook al veel live gezien heb, omdat ik die gewoon heel goed vind, heel fantastisch en gewoon zeer creatief en uniek ook, ja. Weet je nog de eerste keer dat je hem hoorde? Ja, dat was als jong meisje, een cassettetje van mijn vader eigenlijk. Okay. En ik vond dat zo rare muziek, maar zo eigenlijk heel speciaal, positief dan. Mm. En ik begreep er niks van. En dat is wat mij altijd blijven boeien is natuurlijk, want ja, hoe ouder je wordt, soms, ja, je hoort niet altijd dezelfde muziek nog graag dan de muziek die je als kind graag hoorde, omdat je ook die muziek dan doorziet of gehoord van oké, dat zit zo in elkaar. Of, en bij Prince werd het eigenlijk alleen maar, het werd iets duidelijker, maar toch blijft het magisch, vind ik, zijn nummers, hoe dat in elkaar zit. Dus dat is wel iemand, ja. Okay. En hij is dan natuurlijk vrij recentelijk overleden. Ja. Heeft dat nog iets met je gedaan? Was dat even... Ja, ik vind het wel heel jammer. Okay. En ik was van plan om naar zijn tour te gaan met enkel zijn piano. Hij ging zo een tour doen, maar is dan niet naar België gekomen omdat er waren dan aanslagen geweest in Parijs. En dan, hij heeft direct het concert afgezegd. Maar 2 jaar geleden ben ik nog gaan aanschuiven, 8 uur in de rij. Okay. Voor een exclusief geheim concert in de Botaniek in Brussel. En hoe was dat? En dat is gelukt, ja, heel tof. We stonden helemaal vooraan. Leuk. Je noemt dat hij... hij is natuurlijk niet echt in de lijn van de muziek die je zelf maakt. Nee, niet echt. Ja, het, misschien... Dat kruipt er wel in, maar precies, ja. Maar wanneer kwam bijvoorbeeld... Je hebt jazz gestudeerd. Dus ja. Wanneer kwamen al die jazz-invloeden? Dat kwam eigenlijk op mijn 18 pas. Okay. Eigenlijk zong ik in een rockband. En ook een hip-hopband. En dance. Alles, behalve jazz eigenlijk. En... ik kende niet zo heel veel van jazz. Ik wou ook pianist worden, dus ik wou eigenlijk naar het conservatorium piano gaan studeren. Maar ik zong toen ook al en mijn leraar had me toch aangeraden om zang te proberen. Okay. Ik denk dat dat wou zeggen dat ik meer kans maakte met zang. En ik heb toen de richting jazzzang gekozen. Je kon kiezen tussen klassiek of jazz. Okay. Dus het was dan jazz. En dan heb ik echt wel... Ik ben heel blij dat ik dat ontdekt heb en dat ik die muziek leren kennen heb, want ik voelde me direct thuis in die stijl en mijn stem voelde ook goed. In rockmuziek was dat altijd een probleem, ik kon niet luid en ik was altijd hees. En bij jazz voelde ik mij direct goed, dus dat kwam direct, mijn stem kwam tot leven ineens. Heel raar, maar... Was dat ook een moment waar jouw muzikale oriëntatie als het ware verschoof? Richting jazz? Toch meer, ja, zeker. Maar ik ben altijd blijven luisteren naar verschillende genres. Dus, maar er is daar natuurlijk een focus op gekomen, omdat je dat ook studeert en je verdiept je daarin. Dus dat is wel, ja, zeker. Ik heb daar heel veel over geleerd en naar geluisterd, sowieso. Maar tegelijk deed ik ook nog wel andere groepen en andere genres. En wat doet jazz voor jou? Goh, ik vind jazz, dat is vrijheid. Alles mag in jazz en dat vind ik iets uniek. Ik vind het ook heel leuk dat bijvoorbeeld, het is één taal, dus je hebt zo die reelbooks, gewoon al die jazz standards die iedereen over heel de wereld kent. En dat is fantastisch, want als je op reis gaat, dan ga ik wel vaak eens jammen. En thuis doe ik dat niet. Okay. Maar als ik op reis ben, dan zoeken we een café. Want mijn vriend is de bassist. Mm. En hij speelt ook jazz. En dus dan gaan we op zoek naar een plaats waar gejamd wordt. En dan, dat is zo leuk dat je dan contact legt met andere muzikanten. Gewoon op die manier. Door te zeggen, oké, we spelen dit nummer. Oké, iedereen kent het. En het is altijd een andere versie. Want het is natuurlijk nooit... vooraf bepaald wie wat speelt, maar iedereen kent het wel. Ja, de basis van het nummer.
Dus dat vind ik ja, vrijheid en plezier en ook wel subtiliteit. Ik vind jazz ook heel subtiele muziek en rijke muziek, ja. Je noemde net dat je afhankelijk pianist wilde worden. Ja, klassieke pianist. Oh, klassiek pianist. Ja, maar, ja. Speel je nog piano? Goh, enkel om mijn nummers te schrijven, ja. Dat is eigenlijk de enige... Ja, en soms voor een promo of zo zal ik het wel nog eens wagen. Okay. Maar goh, meestal ja, enkel functioneel eigenlijk, ja. Kun je me eens meenemen naar zo'n dat proces, zeg maar? Want ja, je hebt nu een nieuwe plaat. Ja. Keep It A Secret. Wat was het eerste nummer dat je daarvoor schreef op je piano? Het eerste nummer... Er staan een paar nummers op die voor een film zijn gemaakt. Mm. Dus die nummers waren eerst. Dus ik denk... Dream of Light Me Up, ja. Een van die twee nummers. Ja, meestal schrijf ik een tekst of ja, een stukje tekst en dan zoek ik akkoorden en dan ben ik een beetje daar rond te zingen. En dan neem ik dat op met mijn computer. Dan, eigenlijk zit ik dan thuis een beetje te jammen eigenlijk, ja. En dan hoor ik wel van oké, hier was iets goed gebeurd en dan luister ik opnieuw. En dan, als het goed is, dan brei ik daarop verder en dan, ja, dan maak ik... een betere melodie ervan of dan maak ik een stroofje extra of zo. Maar elk nummer ontstaat een beetje anders. Soms is het op een gitaar. Ik speel ook basic gitaar. Maar het helpt soms wel om te wisselen van instrument. En je noemt net bijvoorbeeld, je begint bijvoorbeeld bij een tekst. Waar komt die, als we dit album nemen, waar komt die inspiratie vandaan? Dit album was vooral uit, dus vaak uit eigen gevoelens en eigen bedenkingen. Of een sfeer waarin dat je zit, of een droom zelfs, of films. Kun je me één voorbeeld geven van een droom die je soort van hebt uitgewerkt? Ja, In Dark, dat is een dromerig nummer en ja, ik had van alle beelden en zo. Het speelt zich veel af in de natuur en ik zag een eiland voor mij. En ik ga het niet helemaal uitleggen, want dat is ook privé en ik probeer het ook zo'n beetje. Daarom heet de plaat ook Keep It A Secret, omdat ik hou wel graag zo'n beetje dat mysterie. Maar daar zijn echt wel beelden die ik beschrijf uit mijn droom, zo de beelden die ik zie.